Goedenavond. Mijn naam is Willemijn Verkoren. Ik ben hier aan de Radboud Universiteit verbonden aan het Centrum voor Internationaal Conflict, Analyse en Management. CICAM is een kortere benaming daarvan. Ik ben daar universitair hoofddocent en ik ben ook directeur van dat instituut. En ik wil graag van harte welkom heten namens het Soeterberg-programma en Lux, gezamenlijk de organisatoren van deze avond. En we gaan het hebben, zoals u weet, over massamoordenaars. Een onderwerp wat eigenlijk ons allemaal, denk ik, raakt, omdat het tot die vraag leidt die, denk ik, velen van ons, in ieder geval ikzelf, mij wel eens heb gesteld. Hè. Ten eerste, wat maakt dat mensen deelnemen aan grootschalige moordpartijen, op een groot aantal mensen ombrengen, eigenhandig? Zoals we nu ook weer zien gebeuren in het Midden-Oosten door onder andere de Islamitische Staat. Maar die gewone daders die daaraan meedoen, wat maakt dat zij zich daarvoor lenen en dat zij daartoe overgaan? En dan die persoonlijke vraag, zou ik zelf ook daartoe in staat zijn in die situatie? Ik denk dat we allemaal eens kunnen voorstellen dat je tot geweld in staat zou kunnen zijn. Misschien hebt u ook wel eens een gewelddaad begaan, als u zich bedreigd voelt of iemand die u lief is bedreigd wordt, zo'n situatie zou ik me kunnen voorstellen. Maar dat is nog wel even iets anders dan systematisch uitmoorden van mensen die behoren aan een bepaalde groep, die zijn aangewezen om wat voor reden dan ook om uitgeroeid te worden. En ook daarvoor hebben mensen zich in het verleden en ook in het recente verleden steeds weer voor geleend. En dat levert die grote puzzel op. Hoe kan dat? Zijn dat bijzondere mensen? Zijn dat gekken? Zijn dat hele gewone mensen als u en ik? Dat is waar we het vanavond over gaan hebben. Allereerst zal er een lezing komen door professor De Zwaan, die ik zo meteen wat uitgebreider zal introduceren. En die precies over deze vraag en over dit onderwerp een prachtig, fascinerend boek heeft geschreven. Compartimenten van vernietiging over genocidale regimes en hun daders. Dat is de eerste helft van de avond en dan zal er een korte pauze ongeveer om 9 uur plaatsvinden. En de tweede helft van de avond bestaat uit een film, The Act of Killing, een film / documentaire over de daders van massamoord. Wat een vrij uniek onderwerp is voor een film. Omdat het niet altijd even makkelijk is om die mensen aan het woord te laten. Mensen vertellen daar niet graag over hun eigen aandeel in dat soort episoden. In deze film gebeurt dat wel. Het gaat over de moorden die hebben plaatsgevonden in Indonesië in 1965, 66. Toen er een soort klopjacht op vermeende communisten tot stand kwam. En in deze film komen mensen aan het woord die daarbij betrokken zijn geweest. Het is een hele vreemde film, dus een hele bevreemdende film. De manier waarop deze mensen in beeld worden gebracht is heel bijzonder. En zal u nog lang aan het nadenken houden, ook na deze avond. Het is een film overigens die genomineerd is voor een Oscar, als ik me niet vergis, voor beste documentaire een jaar of 1-2 geleden. Ook om de bijzondere manier waarop dit in beeld is gebracht. Dat allemaal na 9 uur. We beginnen zo meteen met de lezing van professor Abraham De Zwaan. Emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. En daar ook universiteitshoogleraar. Wat een term is die u misschien niet zoveel zegt, maar wat een zeer eervolle functie is, kan ik u vertellen. Die maar aan een paar mensen is voorbehouden. Ik geloof een handjevol. En dat is een disciplineoverstijgende functie, een hele vrije functie, waarin je op de agenda geacht wordt de zaken op de agenda van de wetenschap te zetten en daar in alle vrijheid aan te werken. En dat lijkt mij een droomfunctie om die te bekleden. Professor De Zwaan, niet alleen in Amsterdam veel gedoseerd en onderzoek gedaan, maar ook eigenlijk over de hele wereld aan een heel aantal buitenlandse universiteiten die ik niet op zal noemen, ook als gasthoogleraar verbonden geweest en nog steeds verbonden. Hij heeft veelvuldig gepubliceerd, wetenschappelijke verhandelingen, boeken. Maar u kent hem misschien van zijn meer populaire publicaties, heel veel ook in NRC Handelsblad met name. En ik weet dat het in 2008 was dat professor De Zwaan ook Peter Hooft de prijs heeft gewonnen voor deze essays die hij over de jaren heen heeft gepubliceerd. We zijn dan ook
zeer vereerd professor De Zwaan dat u vanavond naar Nijmegen hebt willen komen. Om ons te vertellen over uw onderzoek, over dit moeilijke en interessante onderwerp. Lezing zal ongeveer een uur duren, 7:30 tot 8:30. En dan is er nog ongeveer een half uur ruimte voor uw vragen en discussie met onze spreker. Professor De Zwaan, welkom. Dank u wel. Goedenavond allemaal. U kunt mij verstaan daarachter. Oké. U gaat vanavond kijken naar een hele unieke en heel problematische film. Het is een film over massamoordenaars die zich daar, kun je wel zeggen, onbeschaamd vertonen. En volstrekt niet het idee hebben dat ze met hun verhalen over het verleden, hun eigen moorddadige verleden, enig gevaar lopen. Nee, de filmers liepen eerder gevaar, want het regime zag dat met leden ogen, had niet goed in de gaten wat er aan de gang was. En Oppenheimer is meermalen ook in de problemen gekomen met zijn filmactiviteiten. Maar de daders niet. Het is nu 50 jaar geleden. Er zijn toen in die herfstmaanden van 1965 iets van 1 miljoen mensen om het leven gebracht. En dat gebeurde onder hele ingewikkelde omstandigheden. President Boon Sukarno was al aan de macht sinds de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië toen het Indonesië werd. En dat was een nationalist en ook iemand die zijn steun zocht aan de linkerzijde. En in Indonesië was in die tijd een grote communistische partij met grote boerenorganisaties, wat ook heel belangrijk is, met vrouwenorganisaties. Er was van alles aan de hand. Er was in dat toch heel conservatieve agrarische gebied een vrouwenemancipatie bezig zich te ontwikkelen in de boezem van die communistische beweging. En er was zeker ook sprake van landbezettingen door landarbeiders en van campagnes om het land te onteigenen of eerlijker te verdelen. Dat alles verontrustte in hoge mate de min of meer islamitische boerenstand, die zijn eigen landbezit bedreigd zag en zijn eigen conservatieve, zedelijke waarden meende te zien ondermijnd. Zo zaten de spanningen op dat moment. Het leger had wel degelijk ook een linkervleugel, maar ook een veel conservatievere vleugel. En in Indonesië was de Verenigde Staten heel actief om te proberen te voorkomen dat dit land zou wegzeilen in een communistisch vaarwater, en aan de andere kant waren de Chinezen, probeerden hun invloed de andere kant op te uit te oefenen. Toen ik meen op 30 september, maar correct me if I'm wrong, een Gestapo heet, dat betekent gewoon 30 september, op 30 september vond er een coup plaats. En de omstandigheden van die coup zijn nooit helemaal definitief ontrafeld. Het zag er toen naar uit. Nee, die coup die werd gewonnen door rechtse generaals uit het leger. En die zeiden dat Sukarno had een zestal generaals vermoord en laten verminken door vrouwelijke fanatici. En gelukkig slaagde Suharto met zijn mannen erin om een tegenkoep te plegen, waardoor recht en moraal in Indonesië weer hersteld werden. Daar zit een tegenverhaal in. Nee, Suharto heeft een paar van zijn eigen min of meer progressieve generaals vermoord. Dat de schuld ervan op Sukarno geschoven. En dat was voor hem aanleiding om de macht te grijpen voordat die nationalistische linkse Sukarno gemene zaak zou maken met revolutionaire communisten. Zeker heeft de Amerikaanse ambassade daarin een voorname rol gespeeld.
Maar de het is nog steeds een omstreden episode. Dus, je zou in veel meer detail moeten gaan, maar het fijne weten we tot op de dag van vandaag niet. Vervolgens gebeurde er iets heel vreemds. Er begon opeens een golf van moordpartijen. Die werden voor een deel geleid door de elite troepen, de parachutisten van het Indonesische leger. Die afrekenden met notoire communisten, vaak met lijsten die ze door de Amerikaanse ambassade geleverd waren. Maar dat greep steeds verder om zich heen. Kennelijk was de boodschap van die elite legereenheden dat wie dat wilde, communisten kon vermoorden. En er waren daar links en rechts kleine groepjes, zich noemende moslimstudenten, zeg maar boerenjongens van schoolplichtige leeftijd, opgeschoten jongens, die patrouilles vormden en wie ze ook maar tegenkwamen en van linkse sympathieën in het dorp en ommelanden verdachten over de klingdoeken. Dit is een van die hele grote genocides die eigenlijk helemaal niet plaatsvinden met moderne mitrailleurs of vergassingsinstallaties of wat dan ook, maar gewoon met de machete, zoals dat ook in Rwanda ging. En dat gaat heel goed, want in 3 maanden waren er dus 4 miljoen slachtoffers. Ik geloof niet dat iemand ooit bestraft is voor die miljoenvoudige moord. Het kwam er bijna van, maar het is er nooit helemaal van gekomen. Het was volledig straffeloos. En er zweeft een verhaal overheen dat die communisten eigenlijk zelf ook vonden dat ze dood moesten. En zich in witte gewaden hulden en aanboden aan hun beulen om af te maken. Ik weet niet of dat waar is. Het is natuurlijk een verhaal dat heel goed uitkomt als je zoveel moorden op je geweten hebt. Maar nogmaals, eigenlijk is heel weinig bekend over deze episode. Want historici werden tegengewerkt, hoewel het moet gezegd worden dat de Yale South Asia, Southeast Asia eenheid van Yale University hardnekkig en koppig onderzoek is blijven doen. Ben Anderson en Ben Kiernan onder andere. Maar het fijne is nooit bekend geworden. En vandaag de dag wonen nog steeds, 50 jaar later in een dorp, woont een gezin waarvan veel mensen zijn geslachtofferd, tegenover, zeggen we, beulen en hun kinderen. Al die tijd is niets gezuiverd, er is niets opgehaald, niemand is gestraft. En heel aarzelend komt een discussie over dat verleden op gang. In die discussie speelt de film die u straks gaat zien een hele grote rol. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de film voor het eerst zag, voelde ik me bijzonder ongemakkelijk. Want de film speelt een spelletje. Een spelletje met die daders die vertoond worden. En die op de mouw gespeld wordt dat ze een musical mogen maken over hun eigen verleden. Op de manier van de Hollywoodfilms die ze zo mooi vinden. En dat doen ze. En in de voorbereidingen en de gesprekken rond die musical die zal worden opgevoerd, vertellen ze van alles en nog wat dat Oppenheimer gebruikt om een beeld van dat verleden te schilderen. Mijn bezwaar is dat je nooit helemaal weet wat er waar is en wat er leugen is. En ik vind dat we verplicht zijn tegenover de slachtoffers van die verschrikkelijke moordpartijen, die zo goed onder de grond geschoffeld zijn, waar nooit mensen voor gestraft zijn, waar nooit de onderste steen van boven is gekomen, dat wij onderzoekers een hele strenge waarheidsplicht hebben. In dat opzicht ben ik nogal rechtlijnig. Dus ik vertrouwde die film niet, maar ik moet zeggen, hij heeft onder Indonesische jongeren eigenlijk voor het eerst die DVD die werd viraal, went viral, enorm veel losgemaakt en voor het eerst schijnt er een discussie te zijn onder Indonesische studenten over wat daar gebeurd is. En ik moet zeggen dat het zo belangrijk dat ik mijn bezwaren opschort.
Maar wat gebeurde daar? Wat je ziet is eigenlijk iets wat je niet zo vaak te zien krijgt. De mensen die hier gefilmd worden, dat zijn echte, zware criminelen. En in die zin zijn ze niet typisch voor genocidaire daders. Geweldscriminelen zijn altijd te vinden in de rangen van de massamoordenaars in Kroatië, bij de Interahamwe, in Servië. En die milities liepen altijd criminelen rond. Die voelen zich daar senang. Het mooie ligt in hun vak. Ze hebben vaak een zwaar beschadigde gewetensfunctie. Dus geweldscriminelen, moet ik zeggen, net als over militaire en politiemensen, ook geweldspecialisten, hebben een grotere kans om in zo'n genocidale situatie terecht te komen dan de meeste andere mensen. Omdat ze ik zou kunnen zeggen, geweld uitoefenen is hun vak, hoewel de meeste politiemensen en legermensen zouden verafschuwen de gedachte dat ze dat als massamoordenaars en genocideers doen. Maar vaak zijn toch in bepaalde landen uit hun rangen de genocideers gerekend. Dus hier zien we echt misdadigers en er loopt een zonder meer een psychopathische man doorheen. U zult hem zien, een rare, pervert, een dikke, grote kerel die zich in zo'n boa, een bikini van boa's hult. En die moet ook iets heel vertederends heeft, iets innemend. Maar hij vertelt over een verkrachtingsscène in het dorp, daar praten ze over, ze halen hun plezierige herinneringen aan de brandschatting, de plundering, de verkrachtingen. En dan zegt hij iets, hij zegt, hij verkracht het meisje, herinnert hij zich, en dan zegt hij, it was hell for her, but it was heaven for me. En dat is ongeveer de kortste samenvatting van echte sadomasochistische perversie. Weet je waarom? Hij is niet gewoon bezig met een stuk lichaam, hij identificeert zich met haar. Hij voelt als het ware met hem mee hoe verschrikkelijk het is. En dat is nou net het plezier. It was hell for me, it was heaven for... Er zit meer inlevingsvermogen in dan je bij heel veel criminelen tegenkomt. En die inlevingsvermogen is natuurlijk het perverse plezier. Het is een hele onthullende formule die je iets laat zien van de afgronden van de menselijke geest. En straffeloos, daar zit hij, dat heeft hij allemaal gedaan, hij vertelt erover, hij heeft geen enkel. Op zichzelf is dat niet uniek. Om mijn studenten een beetje op te jeuien, zeg ik wel eens. Massamoordenaar is zo'n beetje het veiligste beroep op de planeet. Want bijna niemand van die genocideers is ooit vervolgd of bestraft. Dat gebeurt alleen maar wanneer het regime waar ze voor werkten verslagen wordt. Volledig verslagen. Nou, daar zijn een paar voorbeelden van in deze eeuw. Nazi-Duitsland, Rwanda, het Hutu-Interahamwe-bewind, Cambodja. En dan als dat regime, de overwinnaars daar insisteren, dan worden een aantal van die genocidairs voor hun rechters gebracht. Dat is in Duitsland gebeurd, ook door het opvolgingsregime, het regime van de Bondsrepubliek en van de DDR. En op grote schaal in Rwanda. Maar toch in Duitsland ook mondjesmaat. Ik denk dat hooguit een paar procent van de kampbewakers, van de kampbeulen, van de Gestapo ooit vervolgd zijn. En in de eerste jaren van de Bondsrepubliek werden ze eigenlijk allemaal vrijgesproken of kregen hele korte straffen, omdat de rechters diep met ze meevoelden. Toch zijn die gerechten, die processtukken, de belangrijkste bron van wat we überhaupt weten over genocidaires. Want veel meer weten niet. Je kunt moeilijk veldwerk doen in een vernietigingskamp, dat is uitgesloten. Of ergens in de killing fields van Rwanda of Cambodja.
Je krijgt gelijk zelf een machete in je nek. Je kunt ook niet epidemiologisch onderzoek doen. Dan zeggen we gaan 100.000 Nederlanders onderzoeken, testen ze, we hebben gesprekken met ze om hun motivering. En dan wachten we tot Nederland in een genocidale campagne verstrikt raakt. En dan na afloop vragen we de genocidairs weer onderzoeken. En dan het verschil met de totale populatie. Dat is echt onderzoek. Dat is dus volledig uitgesloten. Dus de methodes die we hebben om allerlei menselijke fenomenen te bestuderen, werken niet in deze extreme situatie. Eigenlijk is het enige wat we hebben, we hebben natuurlijk de herinneringen van de slachtoffers, de overlevenden. Daar is heel wat over te zeggen. Maar je kunt zeggen, uit die vernietigingskampen, ze zeggen niet zoveel over de bewaarders. Want als ze daarmee oog in oog staan, is het al te laat. Ze zijn voornamelijk bezig uit de buurt te blijven van die SS'ers. We hebben nogal wat ego-documenten, brieven, dagboeken, herinneringen, interviews na de genocidale periode. Waardoor we wel het een en ander weten over die daders, maar het blijft heel moeilijk om dat met systematische wetenschappelijke methodiek iets te achterhalen. En voor hun rechters zijn de massamoordenaars niet in vorm. Ze hebben natuurlijk alle reden om niet precies te vertellen hoe het toen was. Eén ding wat je heel vaak ziet is, ze proberen te vertellen dat ze eigenlijk helemaal geen hekel hadden aan Joden of Tutsi's of stedelingen of communisten. En dat ze het maar zo deden omdat het ze was opgedragen. Bevelen is het bevelen. Een tweede argument dat ze, ja, ze hebben dat nooit zo gewild. Ze zijn daar maar in terecht gekomen. In Lachbar wist het ook niet. Iemand zei, wil je een baantje als bewaker? Dat is een goed idee. In de beveiliging. En toen kwam ik terecht in Sobibor. En ze, dus, en een derde iets is, ze zouden wel willen suggereren dat ze meevoelden met de slachtoffers, maar dat lukt ze vaak niet. Daar zit iets raars en daar kom ik nog op terug. Dus wat we al weten is van een heel klein percentage van de daders en een klein deel van alle episodes waarin het genocidaal regime verloren heeft, in zeg maar een onderzoekssituatie die systematisch vertekent. Een gerechtigingssituatie. Ons past dus enige terughoudendheid. Nou is er toch over die genocidale daders in de mensenwetenschap een sterke eensgezindheid. Wanneer je een van mijn collega's 3 uur 's nachts wakker maakt en zegt, wat zijn die massamoordenaars nou? Dan antwoordt hij met slaperige stem, maar het is ondanks trefzeker. Dat zijn gewone mensen in buitengewone omstandigheden die buitengewoon kwaad aanrichten. Sterker nog, het zijn mensen als u en ik. En u en ik, onder dezelfde omstandigheden, zouden hetzelfde doen. Nou, dat is nogal wat als je weet waar je het over hebt. Moord en verkrachting, foltering, uitroeiing, brandschatting, plundering, noem maar op. Een verschrikkelijke, de allerergste misdaden. En dat niet op een regenachtige middag, maar dagen, weken, maanden, soms jaren lang, met duizenden, tienduizenden mensen. U en ik onder dezelfde omstandigheden zouden hetzelfde. Eerlijk gezegd, je kunt je dat niet goed voorstellen. Dus u komt in die situatie, u doet de verkeerde deur in de geschiedenis open, u staat in 1942 in de Oekraïne, en u begint gewoon met een mitrailleur naakte mensen in de sneeuw dood te schieten, zodat ze voorovervallen in een groeve waar al een rijlijken ligt. En dan de volgende. Dat is letterlijk onvoorstelbaar. Het is
Dat wil niet zeggen dat het daar niet waar is, maar het is onvoorstelbaar. Je kunt dat niet van jezelf voorstellen. Het is dus contra-intuïtief. Maar logisch gezien zit er nog iets geks aan. U en ik zijn niet in dezelfde omstandigheden. En als de premisse van een uitspraak zelf niet waar is, dan is de conclusie die daaruit wordt afgeleid op zichzelf kan niet, kan waar of onwaar zijn, is onbepaald. Dus het is ook niet een logische, het is een counterfactual, heet dat. Je doet een veronderstelling over iets wat niet het geval is en daarover is geen, is niet te bepalen of die waar of onwaar is. Dus dat zijn al twee grote problemen met die uitspraak. Maar wat betekent die eigenlijk? Gewone mensen onder buitengewone omstandigheden. Nou, dat die omstandigheden buitengewoon is, daar zijn we allemaal over eens. Gelukkig zijn ze buitengewoon. Maar gewone mensen, als u en ik, bent u dan een gewoon mens of niet? Wat betekent dat precies? Ik denk dat het bedoeld is, het zijn geen monsters. Met slagtanden en horens en bloeddruipend uit hun mond, zoals je ze tussen 2 en 4 uur 's nachts elke nacht op de televisie ziet. Dat zijn het niet. Het zijn ook maar voor een hele kleine minderheid echte psychopaten. En de verkrachter in bikini waarvan ik u zo even vertelde, dat is hoogst uitzonderlijk. Die zijn er wel, je komt ze af en toe tegen. In algemeen houden genocidale regimes niet van dat soort psychopaten, want die zijn voor zichzelf bezig en die zijn moeilijk te regisseren. Maar er zijn een aantal gruwelijke gevallen van bekend. Dus nee, we kunnen onderschrijven, het zijn zelden monsters, beestmensen, psychopaten. Het zijn niet mensen met een bloeiende stoornis of een spectaculaire afwijking. En die richten uitzonderlijk kwaad aan. Ja, ook daar kunnen we het volstrekt mee eens zijn. Maar het is een raar woord, kwaad, evil. Dat komt verder in de sociale wetenschap niet zoveel voor. Het woord evil, kwaad, het als beuze, dat is eigenlijk een woord wat u, de ouderen onder u misschien, kennen uit de religie, de theologie. Het kwaad, hoe kan het dat het kwaad in de wereld is? Hoe komt het kwaad in de wereld? En hier is het opeens, verschijnt het in een wetenschappelijk discours. En het aardige is, opmerkelijk, wanneer tegenwoordig mensen over dat kwaad praten, dan denken ze helemaal niet aan waar vorige generaties in de eerste plaats aan dachten als ze over het kwaad spraken. Namelijk de opstandigheid tegen God. Dat is het hoogste kwaad. Blasfemie, godloochening, geloofsafval, vloeken, waarbij dus de mens opstandig is tegen. Daar gaan de eerste 3 geboden over. De andere geboden, dat is verticaal. Wanneer mijn studenten iets proberen te denken over het kwaad, dan is het vanzelfsprekend iets wat mensen aandoen. En die andere context, die is verdwenen. Het hele, dus de hele religieuze lading is grotendeels verdwenen. Dat het ook goden onwelgevallig is dat mensen elkaar kwaad aandoen, is ook een beetje vergeten. Maar mijn studenten beschouwen de ramp die mensen aandoen, dus massamoord, wel inderdaad als het ergste kwaad wat er is. Maar het is merkwaardig om dat woord zo midden in de discussie over die genocides te zien, ontdaan van al zijn religieuze repercussies, eigenlijk ook ontdaan van wat misschien wel het grootste probleem is voor mensen, voor die theologie nog iets betekent. Hoe kan het zijn dat een almachtige, alwetende God, die goede tieren is, toestaat dat er kwaad in de wereld is? Laatst zag ik een stuk van Kolakowski. Is God unhappy? Omdat dat is niet
niet zo vreemd. Al die problemen zijn verdwenen. En het is een sociologisch, psychologisch probleem geworden. En ook alles wat daar eerder over bedacht is, dat is eigenlijk weggezonken. En mijn intuïtie is dat al die zware religieuze betekenissen die aan dat woord kwaad hangen, toch nog resoneren, maar als het ware onopgemerkt, niet goed doorzien, meeklinken in dat gesprek over het moderne kwaad. Er is heel wat evidentie, belangrijk materiaal, dat inderdaad bevestigt dat veel meer mensen dan je denken zou, in een situatie die daartoe aanleiding geeft, die daartoe noopt, die daartoe dwingt, zich te buiten gaan aan extreme, kwaadaardige handelingen. Je kunt dat maar beter heel serieus nemen. Dus ik zou zeggen, in eerste instantie is die uitspraak geldig. Maar sommige mensen komen niet in die situatie, en sommige wel. En sommige mensen in die situatie, die doen het met plezier en opwinding en elan, die hebben er zin in, soms maanden, jarenlang. En sommige mensen vinden het vreselijk. En die proberen zich wat ze kunnen eraan te onttrekken. En sommige mensen, ja, die doen maar het wat ze gezegd, nou dan doe je dat. Stanley Milgram heeft een bekend experiment gedaan waarin hij willekeurige proefpersonen uitnodigde om wat zij dachten dat een student was, proefjes af te nemen over geheugenoefeningen. En als die zogenaamde student zich vergist, moesten ze hem een elektrische schok geven met een machine. De student zat meestal in een andere kamer. De meeste van u kennen het experiment. En veel meer mensen gingen door met heel hoge en gevaarlijke schokken te geven dan de experts van tevoren verwacht hadden. Dat is een belangrijk experiment. Kun je daar nou uit concluderen dat in een genocidale tirannie 2/3 van de mensen eventueel zou collaboreren of massamoordenaar zou worden? Die conclusie is wel getrokken, maar bij mijn weten heeft nooit iemand geconcludeerd 1/3 van de mensen weigerde door te gaan. Ik heb nooit ergens gelezen, dus onder een genocidale tirannie zal 1/3 van de mensen in het verzet gaan. Er zitten dus duidelijk 2 kanten. Het is het meest herhaalde experiment in de sociale wetenschap. Er zijn minstens, alleen al in Amerika, 50 replicaties bekend. En om de een of andere reden heeft men nooit goed gekeken wat nou het verschil is tussen de mensen die helemaal doorgingen met schokken geven en de mensen die dat niet deden. Er is, dat is het mooie van Stanley Milgram, hij begint zijn film die hij zelf gemaakt heeft van oude film inmiddels. En dan zie je een man met van dat brilcreemhaar en zo'n grote hoorn en zwarte bril, zoals je in de jaren 50 droeg als je boekhouder was, assistent ergens. Een onmogelijke man die komt binnen, doet wat hem gezegd wordt. En op een gegeven moment hoort hij geschreeuw in die andere kamer en dan zegt hij tegen de experimentator in een witte jas, dat speelt zich af in een psychologisch lab in de kelders van het Yale Psychologiegebouw in New Haven. En dan zegt hij tegen die experimenteren, moet nog eens even gaan kijken wat er aan de hand is, dat is niet pluis, die man die schreeuwt. U dient het experiment te vervolgen, wij kunnen dit niet onderbreken zonder de resultaten aan te tasten. Oké. Dan wordt het stil, hè? Nog steeds is een acte aan de andere kant. En je moet nou toch echt gaan kijken, er is iets mis. Nee, u dient door te gaan, u schaadt de opzet van het experiment. En dan gaat het nog even door.
En dan draait hij zich om, het zat allemaal te veel, kruist zijn armen over zijn borst, kijkt de experimentator aan en zegt, u moet nou echt gaan kijken. De experimentator heeft weer zijn vaste scenario van antwoorden en dan komt hij bij zijn laatste troef en die luistert, de experimentator zegt, you must go on, you have no choice. En dan zegt deze onduidelijke man, how do you mean I have no choice? I have many choices, and I quit. Ja, daar gaat het om. Maar waarom hij dat nou zei, en wat hem bewoog, en wat bijvoorbeeld anderen die tot het eind toe doorgingen, en een voorstelling, hoe was dat nou om zulke schokken te geven? Dan zei hij, ja, u zei toch dat ik het doen moest? Nou, dat doe ik. En hij zei, maar voel je het niet naar dat hij schreeuwde? Ja, weet je wat het is? Die man die kende zijn spullen niet, die was lastig, die verdiende een flinke schok. En bovendien, luister eens, u zei dat het gebeuren moest, dus gebeurde. Wat had je daar? Iemand met een zuivere genocidale mentaliteit, maar een onschuldige massamoordenaar, want hij had niks gedaan. En toch heeft niemand ooit eens gekeken hoe zit zo'n vent nou in elkaar, die zo reageert. Dat is prachtig onderzoeksmateriaal, maar naar mijn mening is nog steeds het meest belovende onderzoek. Dat soort mensen die zo in dat experiment zitten, is verder te ondervragen. Er is heel veel te zeggen over dat experiment. In ieder geval is het een soort dramatische reconstructie van alle dilemma's die zich bij mensen voelen. Mensen waren ook zeer geëmotioneerd, ze namen het heel serieus. Maar ik denk toch dat ze het niet helemaal geloofden. Want ja, moet je luisteren, je zit er in dat keurige New Haven onder de omen. En je in het, zo gelambriseerde mooie collegezaal in de kelder. En je zou iemand met elektrische schokken om het leven brengen. Dan zou je voor de rechter komen. En dan kreeg je in die tijd in Connecticut de doodstraf door de elektrische stoel. Zodat je zelf geëlektrocuteerd. Het is bijna ondenkbaar dat mensen echt geloofden dat ze iemand bezig waren om het om zeep te helpen. Milgram is altijd pisneidig als je dit verwijt, deze tegenwerking over, want daar is geen weerwoord op. Maar ik vermoed dat het toch het was meer een heel serieus spel waar je helemaal in bent. Mensen namen het heel serieus, waren heel geëmotioneerd. Maar of ze nou echt geloofden dat ze bezig waren iemand te elektrocuteren, denk ik niet. Het is op zichzelf onmerkelijk dat er zo weinig belangstelling was voor wat ik noem de differentiële psychologie. Ontzettend veel gewerkt aan het veranderen van de setting van het experiment. Wat als je twee experimentators hebt die ruzie krijgen? Wat als je de hand mag vasthouden van de persoon die de schokken kreeg, wat als je je familie mag meenemen, wat als het niet in New Haven gebeurt, in Yale gebeurt, maar in het stadje New Haven, zonder die wetenschappelijke context. En voor die parameters van de sociale setting was enorme aandacht, maar niet voor de differentiële psychologie. Daar is ook wel een reden voor. Die sociaal-psychologen beschouwden zichzelf als de avant-garde van de wetenschappelijke mensenkunde. Die deden eindelijk eens experimenten, een statistische analyse van de resultaten en dat halfzachte geleuter van die psychoanalytici en die dieptepsychologen en persoonlijkheidspsychologen, allemaal half literair geleuter, daar moest een eind aan komen. Echt een goede experimentele avant-garde. En zo zijn de verschillen tussen mensen eigenlijk heel zelden grondig bekeken. Ik denk dat Milgram dat wel gewild had, maar hij vond ook de tests die daarvoor beschikbaar waren in zijn tijd onbetrouwbaar. Er is een andere studie die een enorme invloed heeft gehad op het denken over de daders. En die is van Christopher Browning, Police Battalion 101. Vast een paar mensen hier die het gelezen hebben. Het is een van de gruwelijkste boeken die je kunt lezen. En de titel van dat boek is Ordinary Man, gewone mensen. Uitdagende titel. Want die zijn die
gewone mensen. Dat zijn die mensen die in Polen, Oekraïne en Rusland achter het front, en masse, in de boerendorpen de Joodse boerenfamilies uit hun huizen sleuren, kinderen, oude mensen, moeders, iedereen. Die mensen werden in de sneeuw het dorp uitgemarcheerd naar een nabij riviertje of een bossage. Daar moesten ze greppels graven, daar moesten ze zich uitkleden, in een rij gaan staan en die werden doodgeschoten. Dat was hun werk en dat deden ze dag in dag uit, week in week uit. Ordinary man. Browning laat zien dat inderdaad deze mannen min of meer lukraak gerekruteerd waren uit Duitsers die ietsje ouder waren dan de mensen die in geuniformeerd dienstverband al moesten opereren, waren nog niet ingelijfd bij een of andere militaire tak van het apparaat. En zij werden dus gerekruteerd voor die einsatzgroepen en wisten van tevoren absoluut niet wat hun te wachten stond. Dus het waren zeker geen, het was geen selectie van criminelen of van anderszins uitzonderlijke mensen. Goldhagen, Jonah Daniel Goldhagen, heeft ook een boek over die groep geschreven, wat heel erg afwijkt en ingaat tegen dat van Browning. Maar op dit punt zijn ze het eens. Het waren gemiddelde Duitsers. Maar Goldhagen heeft het over ordinary Germans. Dat is ietsje anders dan ordinary men. Want laten we ons even proberen in te denken wat ordinary Germans in 1941 waren. Dat was dus een generatie die de verschrikkingen van de loopgravenoorlog van de Eerste Wereldoorlog had meegemaakt. Niet alleen eindeloze mitraillades en het leven in loopgraven, maar ook het gifgas. Dat een verschrikking was. Een echte verschrikking. Een van de slachtoffers van het gifgas was Adolf Hitler, die in het ziekenhuis kwam met een mosterdgasvergiftiging. Interessant gegeven. Het waren de mensen die terugkeerden in een Duitsland met hyperinflatie, volledig ontredderd door de onverwachte nederlaag, vervolgens jaar in jaar uit een constante terreurcampagne tegen de Weimar-democratie meemaakte, van links en van rechts, toen wellicht hun baan verloren in de grote crisis van 1929, werkloos waren en vanaf 1933, de volgende 8 jaar, de meest gemene, filijne, giftige, racistische propaganda moesten aanhoren, die de geschiedenis ooit gezien heeft, zonder dat er ook maar één mogelijkheid van tegenspraak of weerwoord was. Dat was die generatie van gewone Duitse mensen. Dus die waren al in hoge mate gevormd door een maatschappelijk culturele ontwikkeling die eigenlijk zijn weergaan niet kent. Dus zo gewoon waren ze nou ook weer niet. Browning heeft dat ook wel erkend, dat hij onvoldoende aandacht besteed heeft, zeg maar, aan de maatschappelijke vorming, zouden we tegenwoordig zeggen, van die generatie Duitsers, die, zeg maar, geboren waren in 1900 en toen 40 waren. Dat is een belangrijk aspect, maar het moest gezegd worden, veruit de meesten hebben gedaan wat ze moesten, wat ze opgedragen werden, zelfs op het moment dat ze even de kans hadden zich daaraan te onttrekken, al wisten ze op dat moment niet wat hun te wachten stond. Er is dus wel het een en ander af te dingen op dat idee van gewone daders, en ik denk dat het verstandig is om toch te proberen eens te kijken op basis van de bekende en beschikbare literatuur waarin nou misschien genocidale daders verschillen van andere mensen. En dan kom je op grond van de bronnen
met heel veel onzekerheid en met heel veel voorbehoud, rijst er toch een soort beeld op grond van de beschikbare evidentie. Eén heel opvallend ding aan daders, wanneer je ze voor hun rechter ziet, wanneer ze brieven schrijven of wanneer ze een herinnering ophalen, is: ze hebben wel degelijk een geweten. Ze zijn oprecht gehoorzaam aan hun commandanten. Ze zijn werkelijk trouw aan hun kameraden. Vaak heel moedig en werkelijke opofferingszin. En ze zijn veelal toegewijde gezinsvaders. Dat valt op in de geschiedenis dat je dat telkens tegenkomt. Het kan zo geaccentueerd worden misschien, omdat het zo'n pikant contrast is met de rest van hun levenswandel. Maar te vaak komt dat thema op om het te negeren. Het kan ook zijn dat die geliefde verloofde of dat geïdealiseerde gezinnetje, als het ware het contrapunt was van de verschrikkingen en het gore, gruwelijke leven wat ze hadden als genocidaires. Daar is die onschuldige, schöne vrouwlein, die van niets weet, dat geliefde, pure meisje van mij. Ze moest eens weten wat ik hier doe en dan fantaseer je een soort tegenwereld. Dat zijn allemaal aspecten ervan. Het waren namelijk mens, ook mens. Persoon, ook persoon. Maar als je verder kijkt naar die gewetensfunctie, dan valt op dat het maar een hele beperkte kring is. Wie daar buiten is, kameraden, superieure familieleden, die kan doodvallen. En als hij zich niet uit zichzelf doodvalt, zijn ze graag bereid nog een handje te helpen. En dat was ook zo, bijvoorbeeld Himmler in zijn toespraak, beroemde toespraak tegen de SS zei: onze taak is om zonder enig medelijden de vijanden van het Duitse volk uit te roeien. U en ik weten hoe een moeilijke taak dat is. De mensheid zal nooit weten welke offers u gebracht hebt. Maar het is mooi dat ze toch aanstendig gebleven zijn. Het is de prijs dat u zo fatsoenlijk bent geweest. Dus het is een geweten, maar het is een heel specifiek geweten. Overigens niet uniek hoor, er zijn veel mensen die zo'n hele nauwe gewetensfunctie hebben. Het tweede is, we hebben het er al even over gehad, het zijn mensen met een heel geringe sense of agency. Dat is een onvertaalbaar Engels woord, maar het betekent dat ze heel weinig besef hebben van hun eigen aandeel in hun eigen levensloop. Van de rol van hun beslissingen, van de rol van hun keuzes. De Nederlandse letterkundige Sam Dresden heeft ooit eens gezegd over de SS'ers: ze hebben eens en vooral gekozen om niet te kiezen. Het gebeurt ze, het overkomt ze, van het een komt het ander. Je zoekt een baantje, weet jij wat? Ja, ik weet wat in de beveiliging. Oh, mooi. Waar is dat? Ja, een stuk verder in Polen. Nou, een hele reis. En zo, nou, een vriend van mij zei, hoe heet het daar, Sobibor? Betaalt het een beetje? Ja, nou, heel redelijk. En dan kom je daar en is een beetje rare lucht als je er nadenkt. Maar ja, je bent er nou eenmaal, dus je loopt maar door, weer gaat. En ja, dan krijg je een opdracht. Nee, dat doe je met een nieuweling, enzovoort, enzovoort. Nou is dat natuurlijk ook de versie die je aan je rechters oplepelt. Maar ik denk dat het inderdaad wel zo beleefd werd. Ik heb eigenlijk niks gedaan, ik ben er maar ingerold. En dat moest ik, en ja, wat wil je, ik ben ook niet zo'n held. Niemand trouwens, je hebt ook een gezin. En het derde, en het wat je het vaakste ziet, het zijn mensen zonder medelijden. Gespeend van alle compassie. Vaak valt op dat ze ook eigenlijk niet weten wat dat is. Ik zal een voorbeeld geven, er is een gruwelijke passage dat iemand, een van die leden van die Einsatzgruppe, die executiepelotons, die zegt tegen de rechter: het was een verschrikkelijke tijd in Lachtbaar.
Ik kreeg bloed en hersens op mijn uniform, dat was al vreselijk. En dat geschreeuw van die kinderen en die vrouwen, dat was niet om aan te horen. Dat denk je even niet. Wacht even. Hij had een verschrikkelijke tijd, zijn uniform bevlekt. En hij leed zo onder het geschreeuw. Het is iemand die best gewild op, die niet weet wat empathie is. En die zelf medelijden verwart met medelijden. Maar die empathie, om te beginnen heb je empathie, dat is het vermogen om je in de gevoelens van iemand anders te verplaatsen. En de tweede stap is dat je dan ook met iemand meeleeft en meeleidt. Dus je hebt inlevingsvermogen, empathie, en je hebt medeleven, medelijden, mededogen, wanneer die gevoelens die je in een ander herkent, als het ware resoneren in je eigen boezem. En dat is heel vaak afwezig, ook op momenten dat het wel goed zou zijn uitgekomen, omdat de rechters misschien wat meer sympathie zouden hebben voor een empathische, levende beul. Maar ja, het is een vak waar je niet al te veel medeleven je kunt permitteren. En het kan heel goed zijn dat deze mensen aanvankelijk wel empathisch waren, maar zijn afgestopt in het beulswerk wat ze moesten en ook wilden verrichten. Dat weten we niet zeker. Dus je kunt zeggen, ja, het zijn meestal mensen zonder een evidente afwijking of beschadiging, maar het is mijn vermoeden. Dat wil ik zeggen, gefundeerd vermoeden, niet mijn zekerheid, maar gefundeerd vermoeden, dat de meeste van hen in een aantal opzichten die ik genoemd heb, in zekere mate verschillen van de meeste mensen die niet genocidair geworden zijn. Dus het is een kwestie van een probabilistische, van een statistische verdeling van eigenschappen. Dus zo gewoon zijn ze ook weer niet. En wat we niet weten is of ze verworden en afgestompt zijn, of dat ze toch ook vaak gerekruteerd zijn uit mensen die al van jongs af aan minder gevoelsbegaafd waren dan anderen. Dit lijkt me allemaal heel plausibel, maar het stuit op een grote tegenstand. Ik weet niet precies waarom, maar die uitspraak dat gewone mensen in buitengewone omstandigheden buitengewoon kwaad verrichten, is niet alleen maar een feitelijke uitspraak, een feitelijk vermoeden, maar blijkbaar heel diep geworteld in een soort levensbeschouwing die ik niet goed begrijp. Want wanneer je dat tegenspreekt, en daar is misschien toch wel iets met aan de hand, dan krijg je heel gauw door, ja, maar jij wil je afzonderen van die daders, jij wil de illusie hebben dat je anders bent dan die daders. Daarmee neem je eigenlijk al een moralistische en moraliserende houding in, wat me in dit geval. Ik denk, dat is mijn mensen die het niet met mij eens zijn, die zoeken dat in een persoonlijke motivering van mij. Dat kan ook best zijn, die zie je vaak zelf het laatste. Maar ik denk, de mensen die gewone daders, die leggen dus het accent heel erg op de rol van de situatie. Je zou ze situationisten kunnen noemen. Dat is een goede. De meeste beweren dat een nieuw inzicht is in wat de daders tot daders heeft gemaakt. Dat voordien men dacht dat het monsters en beestmensen waren, dat is niet waar. Ik heb eigenlijk nog nooit een serieuze stem gehoord die dacht, bijvoorbeeld over nazi's, dat een beestmensen en monsters. Dat las je in de populaire pers, in boekjes voor leken, in sensatiebeluste verslagen, maar serieuze onderzoekers en ook de mensen die memoires van de kampen geschreven dachten dat eigenlijk niet. Het tweede is dat het
eigenlijk helemaal geen nieuw inzicht is. Ik zou bijvoorbeeld Alexander en Staupe uit 1929 kunnen aanhalen, die precies die situationistische opvattingen verwoorden. Maar de inzichten die Hannah Arendt, haar naam heb ik nog niet genoemd, opdat we niet spreekt van de banaliteit van het kwaad, dat lijkt mij een ongelukkige formule. Ik denk dat ze bedoelt de banaliteit van de boosdoeners. De suggestie dat dit allemaal heel nieuwe inzichten is, lijkt me ten onrechte. Het is wel genoemd de belangrijkste innovatie in het filosofisch denken over de misdaad in de 20e eeuw. Maar ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ik denk eigenlijk dat het gewoon past in de christelijke traditie. En daarmee is er niets kwaads van gezegd. Want laten we eens even kijken. Het zijn mensen die op zichzelf niet bijzonder goed, niet bijzonder kwaad zijn. Gewone mensen. Ik ben bijna geneigd aan deze universiteit te zeggen. Zwakke mensen. Ja? Of aan een andere universiteit, de gereformeerde zou je kunnen zeggen. Mensen geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Dat staat zo in de Dordtse catechismus, dat is de gereformeerde belijdenis. Die in een uitzonderlijke situatie zijn geplaatst. Hoe noem je die situatie al 2000 jaar? Verzoeking. Het zijn mensen die in verzoeking gebracht zijn. En werd er niet tot voor kort minstens 3 maal daags gevraagd en leid ons niet op verzoeking. Maar verlos ons van de boze, van het kwaad. Het is eigenlijk een opvatting die naadloos past in de christelijke traditie. En dat lijkt mij eerder een aanbeveling dan een kritiek. Want daar is al een paar duizend jaar nagedacht over het kwaad. Dus waarom zou je dat meteen terzijde schuiven? Maar je zou nog verder moeten gaan dan, nee, om te beginnen, ja, het is zo. De situatie kan in hoge mate het gedrag, ook het extreem kwaadaardig gedrag van mensen bepalen. Maar je kunt meer zeggen. Sommige mensen komen makkelijker in die situatie. Sommige mensen zullen zich eerder misdragen in die situatie dan anderen. En wie zijn dat en wat zijn hun eigenschappen? Dat heb ik ook gezegd. Je zou nog iets heel eenvoudigs eraan kunnen toevoegen. Wat ik gek genoeg eigenlijk vergeten ben in mijn boek, omdat het zo voor de hand ligt, al zou een socioloog die eerste letter van het sociologisch alfabet niet mogen vergeten. Het netwerk waar je in zit, gewoon je slechte vrienden heet dat, hè? Waar je moeder je zo tegen waarschuwt, maar in de sociologie heet dat je netwerk. Je kent een aantal mensen en ja, een van die leuke jongens met wie je hockey, die is nazi. En de andere die zit ook al bij de NSB. Nou ja, je praat met de jongens hartstikke goede ideeën. Kijk dat we er wat aan doen. En die Führer is helemaal een reuze vent. We gaan naar zo'n grote bijeenkomst. En dan staat hij te praten. Fantastisch. Ja. Hè? Dus een netwerk kan heel bepalend zijn. En dat is deels een toevalstreffer. Hè? Deels hangt het weer met eerdere netwerken samen. Maar er is meer. Als je werkelijk zou willen komen tot een verklaring van genocidaal gedrag, dan zou je veel verder moeten kijken in wat voor samenleving het plaatsvindt, onder wat voor regime het is afgedwongen en hoe in het alledaagse leven die houdingen zich verspreid hebben en tenslotte geïnternaliseerd zijn in de eigen persoonlijkheid. Daar zouden we nog een uur mee bezig zijn. Ik verwijs u naar het gekartoneerde prachtboek wat hier om de hoek te verkrijgen is. Kortom, er zit nog een heel stuk, zeg maar, macro- en mesosociologische overwegingen. Maar deze film gaat vooral over de daders. En ik heb daarom meer op zeg maar, de persoonlijkheid van de daders geconcentreerd.
U gaat mensen zien die grote misdaden hebben gepleegd, die altijd criminelen waren, die zich volkomen veilig voelen. Ze nemen de camera mee wanneer ze op de markt mensen gaan afpersen, hè, zoals dat bij mafiosi gebruikelijk is. Ze krijgen op een grote massabeweging steun van een van de hoge ministers, die zijn steun uitspreekt aan die campagne. Ze weten zich volkomen veilig, ze wanen zich straffeloos en dat zal wel zo blijven ook. Dus zo dadelijk gaan we naar die film kijken. Dat gaan we zeker. Hartelijk dank, professor De Zwaan. Maar we hebben eerst nog gelukkig even tijd om, u mag gaan zitten, ik ga ook zitten. Om nog even met elkaar van gedachten te wisselen en vooral ook met u allen in de zaal. Ik wilde eerst nog beginnen met een eigen vraag. Toch eventjes nog naar die bredere context, want daar bent u eigenlijk gewoon niet aan toegekomen. En dat doet u in uw boek, doet u dat wel. Dus u hebt het steeds over mensen in een bepaalde situatie. Ja. En de vraag is dan natuurlijk, wat maakt nou die situatie? Of wat determineert nou die situatie die mensen brengt tot zulke daden? En dan zijn er een aantal, denk ik, kenmerken die u ook in uw boek noemt. Er is een bepaalde geschiedenis aan, er is een sociaal-economische aspect misschien aan, de situatie waar mensen in bevinden. En er is dat regime, wat denk ik enorm belangrijk is, die om wat voor reden dan ook die genocidale doelstelling heeft geformuleerd. En die dus alles in het werk stelt om die daders de context te creëren dat zij daartoe aan te zetten zijn. Hè. Door middel van propaganda heeft u ook al genoemd en allerlei andere methodes. Compartmentalisering noemt u, hè. Dus het afscheiden van zo'n groep. Ja. En als ik zelf kijk, want ik heb onderzoek gedaan in Cambodja. Ja. Ik weet ook wel een beetje van Rwanda of van Nazi-Duitsland. Wat daarmee steeds een heel opvalt als een belangrijk element in die strategie van zo'n regime, dat is het creëren van een sfeer van bedreiging. Dat die groep, wat eigenlijk slachtoffers zijn, wordt neergezet als een dreiging. Ja. Als in Rwanda waren het kakkerlakken. Het zijn verraders, als je ze niet vermoordt, dan komen ze uiteindelijk terug en dan pakken ze jou. En dat is vaak een totaal niet realistisch beeld, maar wat heel sterk wordt uitgedragen. En dat is mij zo opgevallen als iets wat belangrijk lijkt, omdat als wij onszelf voorstellen ook van in wat voor situatie zou ik nou over kunnen gaan tot geweld, dan is dat ook als ik bedreigd zou zijn. Hè? Als ik of mijn geliefde of mijn kinderen bedreigd zouden zijn. Is dat een element wat u ook als belangrijk naar voren is gekomen? Ja, wat zijn andere elementen misschien die u wilt noemen in zo'n regime? Het heeft compartimenten van vernietiging en beschrijft de hoofddraad in dat boek is wat ik noem een proces van compartmentalisering. Dus van toenemende scheiding tussen de mensen van het regime en een gedoodverfde doelgroep. En dat compartimentaliseringsproces dat speelt zich op een viertal niveaus af. Om te beginnen moet je macro-sociologisch kijken naar gewoon de geschiedenis van die samenleving, van die cultuur. En een goed oog hebben voor de latente tegenstellingen. En meestal herken je latente tegenstellingen omdat ze ofwel beschamend zijn of gehanteerd worden met grapjes. Als je in Nederland zegt Friese en Limburgers, begint u al een beetje te glimlachen. Dat is geen moord en doodslag, maar dan komt er meestal een grapje. Gelukkig. Als het ietsje spannender wordt, laat ik zeggen tussen Surinamers en Nederlanders, dan moet je al een beetje op je woorden passen. En dan zijn er bepaalde manieren waarin je omgaat met Surinaamse mensen, waarbij je een zekere spanning, een zekere schaamte. Meestal, je begint er niet over. Je laat het dan die ander over als hij dat zo nodig moet. En Surinamers mogen wel grapjes over Nederlanders maken, maar Nederlanders eigenlijk niet over Surinamers. Dat zijn spelregels, omdat er spanningen liggen. En die voel je met verlegenheid, soms met een beetje schaamte. Maar je kunt het hanteren, het is ons. Dat is een van de dingen die we kunnen, het hanteren van het soort tegenstellingen. Maar dan kun je hebben dat er een politicus opstaat, een begaafd, inventief, productief politicus,
die in staat is die tegenstellingen te actualiseren en te verhevigen en haat op te roepen. En ik vergelijk het van met een komiek. Het is eigenlijk hetzelfde vak. Een komiek zoekt tot hij een uitspraak heeft waarmee hij een lach uit de zaal krijgt. En deze haatzaaiers, die zoeken tot ze een uitspraak hebben waarmee de haat uit de zaal opvlamt. Maar het zijn gelijksoortige vakken, al liggen mijn sympathieën niet gelijk. Als zo'n politicus met zijn beweging aan de macht komt, denk eens bijvoorbeeld aan Milosevic. En het lukt die partij om de staatsmacht te veroveren, dan heb je een nieuw hoofdstuk van compartmentalisering en dan krijg je de institutionalisering. Beter als die mensen niet naar hetzelfde ziekenhuis gaan, kinderen moeten niet op dezelfde scholen. Het is eigenlijk beter voor hun als ze worden toch al in dezelfde buurt. Laten ze maar allemaal in die buurt, voelen ze zich ook meer onder elkaar. Het is misschien toch verstandiger dat we een uitgaansverbod opleggen aan Antilliaanse jongetjes, want dat zijn zulke lastpakken, en dan maar meteen aan alle andere Antilliaanse. Ik doe maar een aantal politieke voorstellen waarvan ik hoop dat ze nooit worden ingevoerd. Maar je ziet het voor je. Huh? Dat is wanneer dus die door het regime de scheiding geïnstitutionaliseerd wordt. En dan gebeurt er iets vreemds. Dan gaan mensen in hun eigen onderlinge omgang veranderen. Dan willen ze ook liever niet gezien worden met die gedoodverfde groepen. Ja, het kan toch een rare indruk wekken. Als mijn collega's opeens zien dat die mensen nog bij ons over de vloer komen, kunnen we beter niet doen. En het is ook een beetje gênant. Het is toch een beetje rare mensen. Dat is het microsociologische niveau. En dan tenslotte, en dat is eigenlijk heel raar, heb je wat ik het psychosociologische niveau noem. En dan heb je werkelijk een innerlijk beleefde afkeer van die andere gedoodverfde groep. Laat ik eens een waar voorbeeld geven. Voor de oorlog, maar tot in de jaren 50, bestond het idee dat een gezonde man, als hij een homoseksueel, een homofiel tegenkwam, een soort natuurlijke afkeer had, dat hij daar de kriebels van zijn vet kreeg. En dat hadden mensen ook echt. En dat heette vitale afkeer. En die vitale abneigung had een gezonde ariër wanneer hij in het gezelschap van Joden was. En het feit dat hij dat zo onaangenaam beleefde, bewees dus ook wat een goede en zuivere ariër die was. Dus dat zijn eigenlijk hele intieme emoties die als het ware opgewekt zijn door de staat. Het persoonlijke is politiek. Het openbare is intiem. Dus dat is de innerlijke compartmentalisering. En tenslotte ontstaan er in zo'n samenleving enclaves van barbarisme, van geweld, waarbinnen alles mag en die afgescheiden zijn van de min of meer geordende, min of meer beschaafde, alledaagse maatschappelijke omgeving. En in die enclaves, dat zijn de compartimenten van vernietiging, daar moedigt het regime eigenlijk de barbarisering aan voor zijn eigen doeleinden. Met name Cambodja heeft daar heel veel voorbeelden van. Dat is in een nutshell het theoretisch kader van het boek, omdat u het me vraagt. Dat maakt het verhaal van lekker. Dat is heel prettig, dank u wel. Ik wil graag, en het is moeilijk omdat ik het niet zo goed kan zien. Ja, dank u. Vraag, wie zou de eerste vraag willen stellen? Helemaal daarachter. Er komt iemand naar me toe met de microfoon. Ja. Dank u wel. Dank u wel voor een fantastische
Kijk al. U had het ergens midden in de hand over de sense of agency, wat voor veel mensen die in het werk. Ik zou het We zijn erg sterk verlicht. Over de agency, hè? Ja, de sense of agency, inderdaad. Dat mensen bijna stilstaan bij de gevolgen van hun eigen handelen. Ja. Dat niet meer doordringt. Dat moet volgens mij erg overeenkomt. Want Hannah Arendt, de banaliteit van het kwaad, dat mensen dat niet meer doen. Mijn vraag was eigenlijk meer een beetje tegenovergesteld van hoe mensen dan in zo'n situatie terechtkomen. Hoe onttrekken mensen zich aan het proces dat ze zo ver komen dat ze daar niet bij stilstaan? Wat maakt nou in een mens dat die stil gaat staan en denkt, maar wacht even, dit klopt helemaal niet. Is dat alleen maar een hele sterke morele overtuiging? Maar of is dit ook de neiging om kritisch na te denken over wat er in de samenleving gebeurt? Bijvoorbeeld dan inderdaad Nazi-Duitsland en de Nederlandse bezetting, waren het bijvoorbeeld heel veel studenten die in het verzet gingen, omdat die, dat heb ik veel gelezen, dat die veel nadachten over, of veel kritiek hadden op de autoriteit. Dus wanneer mensen veel geneigd zijn om zich aan autoriteit te moeten hebben, dat ze daar dus ook makkelijker mee gaan. Wat is volgens u, wat zijn de belangrijkste factoren die daarin meespelen, dat mensen zich dus daar buiten proberen te houden? En dat ze wel een sense of agency denken te hebben, hè? Wel een sense of agency hebben. Ja, nou, eigenlijk juist daar dus juist niet in terecht kunnen komen, zeg maar. Dat zich, terwijl de rest van de samenleving zover komt dat ze zover zijn, dat die mensen zich er juist buiten kunnen betalen. Zoals die inmelden, die zei, well, I quit, it's too much. Ja. Ik denk aan een anekdote van een SS'er die terecht komt, die op een gegeven moment Auschwitz is, hij is gerekruteerd om daar kampbeul te worden. En hij loopt daar rond. En dan, zo luidt de anekdote, zegt hij, een zoon van mijn moeder hoort hier niet. En hij gaat weg. Dat is een hele rare zin. Hij zegt niet, ik hoor hier niet. Een zoon van mijn moeder. Hij speelt het als het ware over de band, hè? Het is ook niet. Dus zijn moeder wordt blijkbaar een soort plaatsvervangend aspect van zijn ik. Zijn misschien jeugdige, jongere ik. Je moet je wel voorstellen, bijna al die mensen waren Luthers, Calvinistisch, katholiek opgevoed. En die hadden een heleboel geleerd over dat je niet zomaar mensen de hersens in mocht slaan. Of naar een gaskamer mocht brengen. Dus het moet voor al die mensen toch een conflict geweest zijn. En hier zie je zo'n conflict en dat gaat, hè, het is opeens het beeld van zijn moeder, die tegen hem, jij hoort hier niet. En hij gehoorzaamt haar en gaat ook weg. Er gebeurde verder niets met hem. Ik denk dat, zoals u weet, wij leven in een gebroken wereld, de mens is niet uit één stuk. Er zijn natuurlijk verschillende aspecten van de persoonlijkheid. En ik denk dat het heel belangrijk is om toch te proberen over die daders na te denken als personen. In die zin zijn ze net zoals u en ik personen. Met innerlijke strijd, met pogingen om bepaalde dingen af te dekken, om bepaalde aspecten te negeren, om zichzelf voor de gek te houden. U en ik zijn veel betere personen dan zij, maar personen zijn we allemaal. In die situationistische opvatting worden ze een beetje robots. Je plaatst ze in een oplossing en dan gaan ze dit doen. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. En in dat idee van Hannah Arendt, wat helaas voor de dames niet erg juist is, is het idee dat ze zichzelf als het ware leegmaken, ontdoen van alle gedachtes, alle overtuigingen. Wat ze eigenlijk over zegt is dat ze gedachteloos zijn, oppervlakkig. Ik geloof niet dat ze daarmee het wezen te pakken heeft, maar ze heeft een grote indruk meegemaakt op velen. Hoe nou precies, onder welke omstandigheden die innerlijke tegenstellingen
een bepaalde kant op gaan, een kant die indruk maakt op ons achteraf, waar je misschien door nazi's beschouwd is als verraad, lafhartigheid en geslampamperen. Ja, hoe dat is, dat weet ik niet, dat is onvoorspelbaar, dat vind ik heel moeilijk om te daar iets meer. Wat bezielde die man die zegt, I have many choices and I quit. En wat bezielde hem? Dat is eigenlijk ook waarvan u zei, van dat is nou zo jammer dat er niet meer onderzoek naar gedaan is. Ja. Want dat weten we gewoon niet. Bijna alle mensen die helpers waren in de oorlog, die onderduikers hadden of mensen over de grens geholpen hebben, als ze later ondervraagd worden, zeggen, ik heb er geen moment over nagedacht, het was volkomen vanzelfsprekend. En ik denk dat dat niet waar is. Niet? Nee. Waarom denkt u dat? Omdat, als je een beetje zo bent als ik, dus niet uit één stuk, en geneigd tot alle kwaad, dan denk je, ja, ik zou eigenlijk zo iemand moeten opnemen in mijn huis. Wat een gezeur en gejengel aan mijn kop. Daar heb ik al helemaal geen zin in. Bovendien, nou serieus, ik breng mijn eigen kinderen en mijn vrouw in gevaar, nog afgezien van mijn baan en de risico's die we lopen. Laat een ander dat nou maar doen. Dat lijkt mij een normale gedachte. En het kan ook heel goed hebben. Dat je op geen top besluit, ik doe het tegen de klip op. Maar dat je het zonder enige bijgedachte doet, wil er bij mij niet in. Dan is de vraag, waarom vertellen die mensen achteraf dat het zo was? Misschien heb ik ongelijk, dat zou niet de eerste keer zijn. Maar het is eigenlijk een heel onwaarschijnlijke relaas. Misschien is het waar. En dan kun je, waarom zeggen mensen dat ze geen ogenblik erover nagedacht hebben? En het meteen gedaan hebben. Heeft u daar een verklaring voor? Nee, ik weet het niet. We zijn in deze zaal misschien mensen die dat veel beter weten dan ik. Hier is in ieder geval iemand met een vraag. Ja. Ik denk dat die mensen die toch wel realiseren. Het zou kunnen dat die mensen zich dat wel realiseren, maar achteraf een verschrikkelijke angst weer opnieuw moeten meemaken voor als ze verraden zouden worden. Dan werd hun familie afgevoerd en de mensen die in huis staan. Denk ik. Ik zou maar liever niet te veel meer over willen praten, want dan moet je er ook weer aan denken. Denk ik. Je kunt de microfoon misschien aan de mevrouw voor u. Ja, daar is een vraag. Ik heb niet zo een vraag, maar de puzzelt mij iets. Ik ben in de zomer in Mauthausen geweest. En ik was ontzettend geschrokken van de context daar, waarin daar in dat vernietigingskamp mensen vernietigd werden, terwijl er vrede was omheen. En het beeld staat me nog zo bij dat er treinen aankwamen met Joden en Roma's en dat er dus vernietigers waren die mensen opvingen in het dorp, over die stoet van mensen heen zeiden van nou vanavond gaan we bingo, hè, of kaarten in kroeg, ja. Naar Mauthausen liepen, van 8 tot 5 hun vernietigingswerk deden, daarna gingen voetballen s'avonds met het oog op het kamp met 200 mensen die dood gingen van de honger, s'avonds weer in de kroeg zaten terwijl bloemen bloeien. Dat heeft mij zo verbijsterd en ik moet er nu ontzettend aan denken. Ja. Hoe kan je dat? Mensen trouwden daar. We hebben verliefd op een meisje in Mauthausen. Die mensen wonen daar nog. Ja. We hebben daar gezinnen. Hebben dat kunnen combineren met een normaal leven? Ja, dat is wel een absurde gedachte dat je daar kampbewaker bent en zegt 5 uur. Tijd om op te houden met mensen in de gaskamer te doen. Tijd om op te houden met mensen in de nieren te trappen. Zo, even naar huis. Vrouw, wat voor dag heb je gehad? Oh, je hebt geen idee. Ik heb weer zo hard gewerkt. Staat de borrel klaar? Het is een absurde wereld. Maar blijkbaar kunnen mensen dat vrij goed. Zich afsluiten voor de dingen. Zorgen, een mooie uitdrukking. Er macht zich nist wissen. Hij maakt dat hij het niet weet. In belangrijke inzichten in mensen, en dat is niet een inzicht dat voor het eerst door de psychoanalyse ontwikkeld is, is dat mensen
Het is een hele oud gegeven, ook uit de romanliteratuur. Tegelijkertijd iets kunnen weten en zorgen dat ze het niet weten. Tegelijkertijd iets kunnen beleven en zorgen dat ze het niet voelen. En blijkbaar kan dat tegelijk. Je noemt dat in de psychologie afweer, dat is een zwakke term. Of verdringing, dat is een wat sterkere term. En ik denk dat dat toch de sleutel is. Onder andere Jay Lifton, die gesproken heeft heel lang met de nazi-dokters, hij is een psychiater, die komt tot de term doubling. Als het ware dat je twee zelven hebt. Het ene zelf is je Mauthausen zelf en het andere zelf is de kroeg. En dat, daar kun je van het ene naar het andere. Blijkbaar kunnen mensen dat. Dus twee keer per dag. Ja. Want ik kan in een bepaalde context het goed volgen. Als je weet je dan in zo'n geweldssituatie zit, vind ik heel wat anders dan dit verhaal. Nee, zonder meer dat komt. Het is vrij algemeen. En we weten dat eigenlijk alle omwonenden van die kampen eigenlijk precies wisten wat er aan de hand was. Niet alle Duitsers wisten precies wat er aan de hand was. Maar de mensen die daar in de buurt woonden, die wisten het donders goed. Een onderdeel ook van die twee zelfs en van die scheiding is ook die fysieke scheiding die altijd wordt aangebracht. Hè? Ik denk als je al die episodes bekijkt, dat die moorden bijna nooit te midden van de mensen zijn gegaan. Er is altijd eerst even het dorp uit en dan pas neerschieten. Ja, dus al die aspecten van het die moordenaars die willen ruimtelijk en in die tijd aangeven, dit is een bijzonder moment waarop wij moorden. Maar dat doen we niet met de slager om de hoek en niet met onze eigen vrouw en kinderen. Dus het moet op een of andere manier gecompartmentaliseerd, afgescheiden worden. Nou heb je die ethnic riots, die gebeuren midden op straat. Hè? En in Rwanda gebeuren het ook vaak. Maar ook daar zie je dat er allerlei rituele vormgeving is. Nu is het een tijd om te moorden. En nu schilderen we ons gezicht wit en dragen bananenbladeren. Wat voor hun even idioot is als het voor ons zou zijn om een Volendammer kostuum aan te trekken. Maar het was het signaal dat dit een moorddadige optocht werd. In Cambodja was het beter afgescheiden. Hè? Ook niet zo goed, maar dan had je die kampen. Die grote megapogroms die zich in Centraal-Europa en in India hebben voortgedaan in de jaren 45, 48, waren ook tamelijk openlijk, maar als je dan beter kijkt naar de verslagen, zie je dat ze op bepaalde plekken plaatsvinden, op een bepaalde tijd en met een soort rituele vormgeving, vaak uitzonderlijke breedaardigheid. Heel vaak een seksueel georiënteerde breedaardigheid. Carnavalesk, zegt Roro iets erover. Het heeft iets van een carnaval in zijn uitbundigheid en zijn grenzeloosheid. Maar ook in de zin dat dit is een moment van de omkering van alle waarden. Niets geldt, alles is anders. En straks houdt dat op. Ja, we hebben nog tijd voor één of twee vragen, in ieder geval, en dan zag ik daar nog de laatste vraag uit. Ja. Meneer De Staan, dankjewel. Ik was vooral gespitst toen u die ene keer zei, en ik kwam nog eens een keer terug, u zei iets over Hannah Arendt en haar notie van de banaliteit. Ja. Daar heb ik in het kader van eigen onderzoek, ik ben filosoof, een beetje onderzoek naar gedaan. En ik denk juist dat wat zij verstaat onder banaliteit van het kwaad, wonderwel past in uw denken over compartiment. Mm-hmm. Ik weet niet goed of u specifiek daarop nog weer onderzoek hebt gedaan, maar het woord banaliteit, het betekent eigenlijk niet zoveel meer dat binnen een bepaalde ban dat kwaad verricht kon worden. En dat deed Eichmann prima natuurlijk. Binnen een heel specifieke band, binnen een compartiment. Dat kan ik niet zo benoemen, maar ik weet niet of u daar verder zo specifiek naar gekeken heeft. Maar het is juist een heel treffende term.
Dus hij kon dat doen om 5 uur, maar niet om 9 uur. Zoiets. Ja, er is iets merkwaardigs rondom Hannah Arendt. Ze heeft een uitzonderlijk vermogen op postuum om alle aandacht naar de, daarom heb ik ook even niet genoemd. Ik heb net een paar dagen geleden een groot debat gehad met Hans Achterhuis, die een groot bewonderaar van Hannah Arendt. Ik ben dat niet, helemaal niet. Het portret van Eichmann is volledig misplaatst. Dat had ze kunnen weten, hè? Maar Eichmann is de laatste die had kunnen een voorbeeld had kunnen zijn van haar fanatieke, door en door gedreven jodenjager, antisemiet, in geen enkel opzicht vond. Maar hij speelde die rol wel heel goed voor de verdediging. Hè? En ze heeft zich een oor laten aanhaaien door die presentatie. Daar is langzamerhand heel erg veel materiaal over, met name Cesarami en de nieuwe biografie van Stangnet. De tweede positie die je dan kunt innemen is, oké, Eichmann was misschien niet het beste voorbeeld, maar het is wel van toepassing op veel meer doorsnee dames. Ook daar denk ik dat het, dat ze zich toch heeft laten misleiden door het beeld wat de nazi's zelf gaven, van een soort gemechaniseerde, onemotionele, routinematige mensenvernietiging. Maar dat was nooit zo. Het was één goede, grote, afschuwelijke, smerige bende. En dan het woord banaliteit. Dat betekent te gewoontjes om interessant te zijn. Dat betekent. En dan kun je alles zeggen van de Shoah wat je wil, maar dat niet. Dus ze bedoelde waarschijnlijk de banaliteit van de boosdoeners. De gedachteloosheid, de onverschilligheid, de ongeïnteresseerdheid, het onvermogen om je in de ander te verplaatsen, waarvan ze zeggen dat dat het eigenlijke denken is. Ik denk dat het heel goed opgaat voor bunkerbouwers, machinisten, tramconducteurs. Die zeggen, ja, ik heb die mensen gevonden, ook niet leuk, maar ik heb ze afgezet bij het Centraal Station. Ja, waar ze er vandaan naartoe gaan, ja, dat weet ik niet, gewoon ergens op de Veluwe in vakantiekampen. Je vraagt je niks af. Hè, weer. Daarop past het heel goed. En op de situatie dat in een geavanceerde samenleving een arbeidsdeling is die zo complex is dat je hier iets kunt doen dat over 5 schijven leidt tot volkerenmoord. Je maakt misschien werk in een gasfabriek, wat is daar nou tegen? Een Cyclone B-fabriek, agrarische giftstoffen. Ik denk dat dat een heel geldig inzicht is. Maar het ongeluk is dat ze dat heeft opgehangen aan Eichmann. Dat was wel de laatste. En dat neem ik haar toch wel kwalijk. Niet gewoon gezegd heeft, ik heb erop gekeken. En ik heb latere commentaren gelezen. En geleidelijk gaat dat woord ook steeds minder betekenen. Dan betekent het op een gegeven moment alleen nog maar oppervlakkig. Terwijl ik denk dat het haar echt gaat om wat denken betekent. En niet denken. En dat zijn haar eigen diepere ideeën. Dus nee, ik sta daar nogal afwijzend tegenover. Ja. Hartelijk dank daarvoor en ook voor de vraag. Ik ga de meneer aan die kant toch teleurstellen. Mijn excuses daarvoor. Ik had u nog een vraag beloofd, maar ik zie het is 9:05. We willen nog een pauze hebben voordat de film om 9:15 begint. Voordat ik u laat gaan, wil ik graag heel hartelijk bedanken professor Abraham de Zwaan voor uw zeer interessante lezing die tot veel nadenken stemt. Die u ook nog eens een keer helemaal uit uw hoofd heeft gehad, wat ik heel erg knap van u vind. Heel veel dank voor uw komst en voor uw mooie lezing.